Start recording. Hoi YouTube! Het is echt gewoon altijd, hè? Zeurderig hoi YouTube zeggen. Altijd. Dit keer ben ik kaal. Ik heb nog niet eens een petje op. Oh, hoe durf je? Zullen we nu zijn? Ik heb geen flauw idee. Yes! No! Yay! Wat? Ik weet niet waar de chat het over heeft. Misschien over je geen petje. Nou, dat is zo verholpen, maar... Tam, tam, tam! En de eerste random Pokémon die we tegenkomen is een Squirtle! Maar ik weet niet, ik maak me toch nog zorgen. Ik bedoel, we zitten nog niet echt op een hoog level. We zitten zo tussen de 45-50. En we moeten dadelijk tegen een trainer Red die heeft, ik weet niet, die heeft alles op de 80, zo geloof ik. Volgens mij wel, maar ik weet niet meer. Het is zo lang geleden dat ik het gespeeld heb. Hoi. Dag Crimson Reap. Oké, ik heb geen flauw idee wat je in het water doet, maar... ik kom Flareon tegen, gewoon hier op het water. Nou ja, Flareon die hebben we al, dus die laten we gewoon lekker rustig doorzwemmen. Nou, sowieso in deze randomizer, best wel veel puur Pokémon van water. Ik weet niet, maar het grappige is wel, GameTubertje... tot we eigenlijk, als we nou YouTube gaan kijken, op dit moment van de livestream, 16 oktober. Op dit moment staat het gelijk, dus dit is eigenlijk nieuw. Dit is waar YouTube verder gaat. Of waar YouTube gestopt is. Eerst zat er echt een gap van een maand in of zo, maar... Inderdaad. Nou, ik weet niet. Ik denk dat we beter gewoon terug kunnen zwemmen naar... Ik weet niet, de andere kant daar heeft volgens mij niks meer. Zat er nou nog iets wat daar... Want ja, we hebben nog wel een paar trainers. Ik denk toch gewoon een map even bij moet pakken. Ik ben gewoon echt... Oh, trouwens, deze Eevee, die shiny. Shiny Eevee. Ga je hierna nog een randomizer playthrough doen? Nou, hierna gaan we eerst iets anders doen. Even kijken, waar is de Pokégear? Ja, ik weet dat je Nick heet, GameTubertje. Dan ga ik je gewoon Harry noemen. Harry? Harry. Wie is dat? Dat is Harry. Ah. Oh ja, we kunnen nou een Legendary Pokémon, omdat er is een roaming Pokémon genaamd Latias die geen Latias is. Roaming Pokémon, volgens mij gaat dat een ramp worden in randomizers. Je hebt geen flauw idee wanneer je hem tegenkomt. Het punt is, ik weet dat we hier niks meer tegen kunnen. Nou ja, misschien nog een paar trainers. Misschien nog even wat experience voordat we naar blue gaan. Wat ga je hierna doen dan? Daar heb ik nog een hele mooie week over om over na te denken. Dus... Kortom, ik heb geen idee. Erik, wat ga ik hierna doen? Nou, hierna ga je iets leuks doen. Dat is een goeie. Hierna ga ik iets leuks doen. Ja. De eerste beste die gaat vragen. Wat dan echt serieus? Ja, dat klopt. Dat is echt een ramp. Ja, sowieso zijn Legendary Roamings... die zijn altijd al een ramp geweest. 100%. Het enige probleem is... we zitten in een randomizer. We weten niet wanneer dat we de... de roaming legendary tegen kan komen, omdat het kan een Caterpie zijn voor hoeveel dat wij weten. Een Magikarp die aan het rondsplashen is al de hele tijd. Volgens mij is het een Magikarp. Klinkt ook heel logisch. Hij hoeft alleen maar een splash op berghoogte te doen. En hij belandt op een hele andere plek iedere keer. Ja, hij is in één keer aan de andere kant van de wereld. Ja. Wacht, volgens mij moest ik dan hier de cave in? Want ik weet dat je hier de cave ook in kan... Ja, hier kunnen we een cave in. Maar heb ik dan geen HM's nodig? Ik zie dat ik strength nodig heb, dus volgens mij moet ik dan eerst eventjes terug om mijn HM's level op te halen. Ja hoor, Nick komt al gelijk aan. Wat dan? Howdy, wist niet dat jullie live waren. Ik weet het zelf ook nog niet eens. Zijn we live?
Oh, wacht eventjes. Hoor, nee hoor, er zit een paar seconden vertraging tussen. Zou je misschien een Pokémon Colosseum of XD Gale of Darkness voor de GameCube als livestream doen? Dit is alleen maar een vraag. Ja, wat zou het anders moeten zijn? Een ijs? Het probleem is, de GameCube die wilde je echt helpen met opnames, omdat die is niet goed aan te sluiten op mijn apparaat. Dus daarom speel je livestreams, dat gaat liever, dat doe ik liever via, ja, PC-dinges geval gebeuren. Snap je? Ik snap het zelf niet, dus, maar het maakt niet uit. Ah, zolang jij het snapt, dan... Nou, ik snap het juist niet. Dan snap je het toch lekker niet? Wat jij wil. Of wil je het niet? Nou, ik zit wel aan te denken om een keertje Pokémon Colosseum als Let's Play inderdaad te gaan doen. Maar één, dan moet ik het of via mijn Wii doen, om het via mijn Wii op te nemen, als dat mogelijk zou zijn. Want via mijn GameCube, die heeft nogal moeite met mijn capture card. Dus dan moet ik eerst even een manier vinden om dat weer op een goede manier op te nemen. Dus... Want de Dazzle die ik daarvoor gebruikte, ja, die is niet echt... Die wil niet goed meer werken. Dat is wel een nadeel. Wij hebben eventjes onze HM Slave nodig. Ja, maar ik vond het wel grappig. Het is alleen maar een vraag. Ja, waar is het anders? Daar wil ik nou een antwoord op weten. Waarom zeg je erbij, dit is alleen maar een vraag? Wat had het anders moeten wezen? Oh ja, op Jaxel. Dat was onze HM Slave. Nou, Umbreon, jij blijft heel eventjes netjes in de PC. Wij gaan dus heel eventjes een cape... Ik weet niet, volgens mij was daar Articuno wel in te vinden of niet in te vinden. Ik weet het niet meer. Oh, en voordat jullie vragen waar is Robin, ik heb geen flauw idee. Hij zei net van, oh, de livestream begint vroeg en daarna heb ik niks meer van hem gehoord. Ik weet dat dat mogelijk is, Fairytale, maar dan moet ik ook wel mijn Wii op kunnen nemen. En volgens mij heb ik via mijn Wii heb ik nog niet een Wii naar HDMI. Of iets in die trend. Dus dan moet ik eerst even... Maar sowieso, ik heb nog twee hele grote andere projecten die op het moment lopen. Dus waar maken we ons druk over? Waar hebben we het over? Ja. Wie zijn wij? Waar gaan we naartoe? Plus, er zijn altijd nog andere leuke games die heel veel tussendoor, kleinere games. Dus ja, er is genoeg keuze om iets in ieder geval... Iets? Iets, ja. Nou, misschien heet het wel een spel iets. Misschien is iets wel een heel leuk spel. Ik weet iets niet. Maar wat ik niet weet, dat blijft de vraag. En we hebben een Razorfang. Vergeet niet, de items die zijn ook gerandomized. Ik weet absoluut niet wat de Razorfang ook alweer was. Snappy, wie is Snappy? Wie is Snappy? Snappy? Ken jij Snappy? Nee, volgens mij was dat een kleine krokodil. Oh, die Snappy! Nee, die snapt niet. Ja, maar hij snapt in je beeld. Oh ja, misschien is het wel handig om hier ook wel random encounters trouwens tegen te komen. Moet jullie heel eerlijk bekennen. Ik ben de laatste tijd ben ik ook weer flink bezig met Omega Ruby Alpha Sapphire. En dat heeft te maken met... Ik heb daar weer een nieuwe shiny gevangen. Dit is heel erg vroeg, maar ik heb zin in de spoiler battle. Oh. Iemand heeft zin in een spoiler battle. The battle against Magikarps. Yep. Nou, er zijn nog twee Pokémon die we hier tegen kunnen... Ah! Volgens mij is het gewoon een livestream van feestjes. Van kijk eens, mij ben je al tegengekomen en hier kom je me nog een keer tegen. Hi, Livion. Nou. Ik wil graag niet meereageren, maar... Ja, je hebt een vertraging van ongeveer anderhalf jaar. Nou, nee, het probleem is meer Skype. Die doet raar wanneer je een livestream hebt. Ik heb het iedere keer tot nu toe doorgehad. Anders host jij Skype. Nou, dat hadden we al een keertje eerder geprobeerd, maar dat had geen groot verschil. Waarschijnlijk iets met de manier hoe de livestream geregeld wordt, zorgt ervoor dat Skype denkt dat dat geluid dat jij aan het praten bent tegelijkertijd ook
van je speakers af, vanaf komen. Waardoor Skype zegt van dit moet ik eruit filteren. Waardoor sommige woorden ineens heel gebroken klinkt. Waardoor? Oké. Okay. Matt Tuttle walks in and tips head and nods to Zelda Player 20. Hi Matt! That's been a while. Matt is nou een oude vriend van mij toen ik nog Engels Let's Plays deed. Hebben jullie al een vol team voor Sun and Moon kunnen kiezen? Voor wat er nu is gereleased? Zo ja, welke Pokémon gaan jullie gebruiken? Eevee! En Magikarp zit er ook in! Dus, ja. Hi. Mwah! Kom zomaar tegen je bakkes aangekleden. Maar ja, ik moet nog zien of ik Sun of Moon überhaupt ga kopen. Ik wacht echt volledig op wat gaat de Nintendo NX worden. Als niks wordt, jammer. Als het, ja, het wordt een niks. Ja. Nou ja, het punt is, NX is waarschijnlijk nog een codenaam. Dus mogelijk als hij NX blijft heten, dan is het gewoon niks. En als ze een goede naam bedenken en het een goed apparaat wordt, mogelijk... Wordt het dan iets? Maar. Misschien wel. Misschien heet hij dan wel de iets, ja. Nou, ik vind het wel knap eigenlijk trouwens. Bolt is al op level 48. Mam, stop nou eens met bellen! Ik sta midden op het ijs! Verdorie! Ik heb het koud! En hoi, ik zelf creëer... Wow! Zoveel mensen die ik al zo lang niet meer heb gesproken die eventjes langskomen. Hoi, Alex! Alex, dat is mijn animator van... die toen die leuke animatie heeft gemaakt van Pokémon Crystal. Ah. Leuk. Ja. Zoet de inval ondertussen. In stijl op deze Let's Play dan langskomt. Ja, oké, Matt. I haven't spoke to him in a long while already. And I know he's English. So he doesn't understand when I'm speaking Nederlands. So... Sorry. Torraket, Komala, Pikapek, gezondheid. Alolan Raichu, Ash Greninja en Komomo. Komomo. Ik zit er echt in vast. Ik kom niet meer los. En het feit dat ik op dit moment nog steeds gewoon mesblad moet gebruiken omdat Leaf Blade pas geleerd wordt op level 70. Ja. En volgens mij was het zelfs 71. Logica's. Ja, maar er was nog een aanval die laat zou komen. Dat was volgens mij... Oh nee, die leerde hij volgens mij nog niet eens hierin. Sword Dance. Of het was extreem laat. En jullie, waar ben je mee bezig? Serieus. Mam! Serieus, ik zit nou eventjes te twijfelen over de levels van mijn Leafeon. Serieus! Ik hoef je berry niet! Volgens mij is het zo lang geleden dat we gestreamd hebben tot Ma echt zoiets heeft van... En nou ga ik hem bellen! Daarom blijf ik gewoon bij Eevee Fairy Tail, maar ik weet niet uit welke generatie. Larvitar, die is grondtype. Die is grondrock en dat wordt pas in zijn final evolutie wordt dat pas... Nou, dan gaan we naar Aquarion, die heeft ook veel HP nodig op het moment. Of ja, HP, die heeft hij sowieso, maar... die heeft experience nodig, dus. Ja, surf maar. Oh, eigenlijk, funny fact. De Pokémon die ik dus heb gevangen, de Shiny...
Dat is inderdaad een Vaporeon geworden, dus ik heb nu ook een shiny Vaporeon in mijn team. En ja, dat kost veel encounters. Ik wil toch een keertje gewoon shiny hunten samen met jullie gezellig, maar... Het probleem is, daarvoor heb ik dus een manier nodig om een 3DS te kunnen opnemen. En een betrouwbare manier is er op dit moment helaas nog niet. Maar dan vraag ik me eigenlijk af, als je dus een Raichu hebt, is dat dan in Pokémon Sun and Moon automatisch de Alola Raichu? Of moet daar nee, echt... Nee, naar wat ik heb begrepen, bestaan ze gewoon allebei. Oh. In andere woorden, heb je een normalere Raichu, dan is het gewoon een normale Raichu. Mom! Ik ben nou een beetje bij! Stop eens met bellen! Enige keer als ik weer gewonnen heb! Serieus, ik ben een kampioen! Stop eens met zeuren! Oh, daar hebben we ook heel weinig aan. Oké, dat brengt ons weer terug naar beneden. Ja, ik weet dat als je inderdaad de demo downloadt, dat als je de demo downloadt, dat je dan de Ash Green Ninja kan krijgen. Wat ook heel erg raar is, want spoilers, het is al vrijgegeven. Kijkertjes, spoilers, ik heb even een minuutje vooruit. Ja, mooi. Ash laat in de toekomst, spoilers, nogmaals waarschuwing. Als je dit niet wil horen, skip even vooruit. Erik, wil je dit niet horen, vingers in de oren. Mensen die dit in de livestream niet willen horen, vingers in je oren. Ash laat zijn Green Ninja achter. En ja, dat is de Green Ninja die je krijgt. Spoilers, ik weet het. Maar ja, het is Ash. Wat verwachten we dan? Erik? Ja? Hoor je me weer? Ik hoor je weer. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of jij spoilervrij wil blijven. Volgens mij komen er nieuwe stenen en evolutie-items om de Alola-Pokémon te krijgen. Zoals de Alolan... Alolan... Fluit. Oh, dat ding! Ik weet echt niet. Volgens mij moet ik deze dingen een strength duwtje geven en dan daar bovenop duwen of zo? Hoi ho, overlook-like Persian. Wat is dit voor een puzzel? Hier heb ik geen kaas van gegeten. Oh, nee, wacht. Ik ben echt dom. Nou, tot nu toe komen we nog alleen maar andere Pokémon tegen. Zijn Charizard kwam wel een paar keer terug. Ja, maar dan nog. Hallo. En dat was ook nog op de meest random momenten. Ja, wanneer dat ze zichzelf gewoon in een gat hadden geschreven of zo. Ja, ze van... Nu moet er heel veel een plot twist komen om mijn leven te redden. Oeh! Ineens is er een Charizard. Ja, maar ik ga het er nou niet te veel over hebben in verband met ze hebben nou een minuutje vooruit gespoeld en anders moet ik weer zeggen van skip anders even een minuutje vooruit. Dus, sst! Het is nog steeds onzin, dat wel, maar ja. Wat ik de grootste onzin vind is dat ze dus de spoiler en de spoiler samenbrengen. De spoiler in de game. Dan weten jullie wel wat ik bedoel. Ik snap niet waarom dat ze die nou in één keer samen willen voegen. Want de game proberen ze al te verfilmen via Generations en The Origins. Wat nergens op sloeg. Je weet wel, van die scènes dat we echt bij ons aan gedachten van... Ja, dat zou inderdaad wel leuk zijn om te zien. Dat. Weet je nog? Erik, zo'n beetje scènes... Aflevering 1, je begint bij Brock. Aflevering 2, je bent ondertussen al bij de Elite Four. Inderdaad. Oké, dat is wel heel erg overdreven, maar serieus. Hoe kan tell the difference? En aflevering 3 en je zit alweer in Johto. Nee, dat is Generations. Ik had het over Origins. Oh, ja. Wauw, we komen een water-Pokémon in water tegen. Oh ja, trouwens, dat doet me nog heel eventjes denken over iedereen die zegt zo mooi van... Ja, Vulcanian, haha, aparte type. Water, watervuur. Ja, is watersteen, is dat dan geen aparte type?
bedoel, ik vraag mij toch af. Dus. Maar chat, laten jullie mening eens even horen. Wat vinden jullie van de Generations? Luister, hij heeft... Spoilers! Spoilers! Oké, serieus jongens, dit gaat gewoon over Pokémon Sun and Moon, ja? Heel erg simpel. Deal with it. Ik heb geen spoilers meer. Het is goed. Ska, dit is de topic. Deal with it. Ik wil heel even vervelend doen. Hij zei inderdaad dat hij Pidgeot op zou gaan halen. Wat hij nog steeds niet heeft gedaan. En hoe zit het dan met Zumbeleef? Of Cyndaquil? Totodile? Die had hij ook alle drie. Ja. Hoe zit het dan met die? Nou, die zijn... Alsjeblieft, vergeet het. Vergeet het. Vergeet dat ze bestaan. Dat is hoe... Dat werkt. Hoe meer generations komen, hoe minder uniek ze worden. Ze worden helemaal niet. De eerste was niet uniek. De tweede was niet uniek. De eerste was gewoon een chase scène met Pikachu die er niet uitzag. Ik zat al eerst aan mijn eigen zat ik te twijfelen. Is het überhaupt wel een Pikachu? Nou, niet zo lullig doen. Sommige Pikachu's zien er gewoon even wat anders uit. Niet beledigend naar die Pikachu. Nou, ik wil niet beledigend zijn naar die Pikachu, als het de Pikachu is trouwens nog steeds, hè? Vraagteken. Inderdaad. En oh, trouwens, ja, die route naar boven was nogal een beetje zinloos, maar... Straks noemen we het een Pikachu, terwijl het geen Pikachu is. Dan is het ook weer een belediging naar dat beest. Oh, we moeten hier naartoe. Maar hoe kom ik daar dan? Oké. Kan ik hem dan... zo duwen? Ja, dat kan ik. En als ik dan nou deze naar boven duw, blijft hij wel op het ijs. Oké, goed zo. Dat moet ik zo doen. Rare puzzel is ramen. Oh, dan mag ik niet duwen. Flame. Kan ik jou dan wel duwen misschien? Kan ik jou dan naar boven duwen misschien? Wat is dit voor... Oké. Die zijn bij professor ook. En Pidgeot is ergens in het wild op Ash aan het wachten. Nog steeds. Ja, maar ondertussen... Ik bedoel, je hoort nog niet eens meer iets van... Ja, die Pokémon is er ook nog. Dat hoor je niet. Daarom heb ik medelijden met die Pokémon. Oh, en als er twee naast elkaar komen, dan zijn ze aan elkaar gevroren. Ah. Oké, maar hoe kan ik dan... Even kijken, als ik dan... Dat was een mogelijkheid dan, maar... Hoe kan ik dit... Oké, dit is een interessante puzzel. Wacht, gaat het hier over de Pokémon generaties, anime of de generations van de games? Ik weet het niet meer. Het kan zelfs ook nog over originals zijn gegaan. Of origins. Ik bedoel, ze halen alles door elkaar heen. Ik weet het niet meer. Erik, wat denk jij? Nou... Ik denk dat we misschien niet al te veel over na moeten denken. Maar dat is leuk! Oké, daar gaan we veel over nadenken. Ik ken deze niet zo duw, maar ik ken nou wel hier staan. Dan kom ik hier in deze hoek. En als ik in die hoek sta... Dan sta ik in die hoek. Maar als ik die twee tegen elkaar aan bots, dan bevriezen ze ook. En vanuit onder of boven kan ik ze niet raken. Maar... Eens even kijken. Misschien zo dan? En dan deze zo? Hé, hey, ik heb hem! Sorry, ik ben je al voor. Oké, dat is mooi. Sorry! En dit... Is tot we dan weer... Nee, wacht eventjes, want die andere die liep dood. Dus dan kunnen we hier gewoon eventjes voor onderzoeken. Hoi Kazi! In generatie 4 maakten ze bijna allemaal een comeback in de Pokémon League. Allemaal?
Er is ook Balbazar, Squirtle. Oh. Die ook. Dus daar dacht hij ineens van, weet je wat, ik heb leuke nieuwe Pokémon gevangen. En daar doe ik ineens niks meer mee. Jongens, we hebben hier inderdaad een Legendary, hier zit Articuno. Oh. Articuno, je weet wel hè, klinkt als Uno. Waar gaat dit helemaal naartoe dan? Ik in caves. Oké, dit is hier een brugje naar boven. Ik ga geen ledjes bespringen. Hallo Jan Barend. En Laura. En Laura. En OMG. En... er komt er natuurlijk net geen nieuwe comment. Nee, en mam die belt nou ook niet, want daar heb ik geen zin meer in. Ik bedoel, die heeft al 3 keer gebeld ondertussen. Ja jongens, het is... We zitten... Oké, ik heb gewoon de goede route gekozen. We zitten bij een Legendary. Oeh. De legendarische Bird Pokémon Magikarp. Yep. Nee, volgens mij ken ik jullie niet meer, Jan Barend. Dat is zo lang geleden. Vorige week. I don't care. In ieder geval, wij gaan zien welke Pokémon dat het is. Dat klonk niet als een Articuno. En nu hoor ik wel heel raar glijden. Oh god. Oké. Nee, het is geen Magikarp. Nou, hij is in ieder geval blauw. Laat maar. Sorry. Ik zie de mensen die denk ik bij mij gevonden. Juist. Ja, wie ga ik hier tegenover? Ja, weet je wat, Bolt? Op zich... Doe maar Quick Attacks, want anders killen we het dadelijk nog. Oké. Nee, wel decent. Oeh, Superfang. Dat doet 50% van mijn HP. Weet je wat, dan doen we Mist Verlangen. Werkt dat? Dat werkt. Squirtle en Bulbasaur weet ik niet, maar het waren er een hoop van Ash en Pokémon. Zoals Snorlax, Squirtle en Baby. Zeg, ik kan je nu helemaal niet meer verstaan. Hooguit dat ik 1/10 van een woord hoor en dan hoor ik weer 1/10 van het volgende woord. Damn, Skype! Maar het zal vast wel weer vanzelf weer goed komen. Doet hij het weer? Oh, dat kwam wel door. Het gaat van test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test. Ja, je hapert nog wel, maar het komt beter door. Oké. Wil jij alsjeblieft stoppen met Superfan te gebruiken? Serieus, dat is gemeen. Sinds wanneer kunnen ijstypes elektriciteit gebruiken? Wat, Jericho is geen ijstype? Oké, hij zit op genoeg HP, we gaan gewoon balletjes gooien. Hij kent Last Resort, ja, hij is level 50. We beginnen met de Pokéball. Ik bedoel, serieus, het is nog niet eens een Legendary. Come on. Inderdaad. 1, 2, 3, klik. Nou, voor deze Pachirichu is zoveel moeite gedaan, dus ik heb helaas niks weg te geven, maar... Hebben jullie een leuke nickname voor deze wannabe Articuno? Laat het weten eventjes. En editor, als je überhaupt deze video kan editen, knip het even voorbij en anders gaan we gewoon lol hebben. Ik ga het gewoon vol praten, dus waarschijnlijk wordt het er nog niet eens maar uitgeknipt. Dus kom maar met namen. Ik ben benieuwd. Ik moet nou eventjes het vol praten, want voordat het bericht is gekomen tot de kijkers, zijn wij weer zoveel verder. Dus... Wat een legendary...
Dit nog heel eventjes. Zijn nog allemaal druk aan het typen? Of mijn chat die zit gewoon vast. Gebeurt ook wel eens. Ja. Dit muziekje dat hoor je als je een Pokémon hebt gevangen. Ik moet wel zeggen dat ik het niet had verwacht. Ik bedoel, Pachirichu. Oké, laten we eerlijk wezen. We hadden een Persian als Ho-Oh. Dus elke Legendary die we tot nu toe tegen zijn gekomen, dat is altijd wel hilarisch geweest. Dus, Erik? Ja? We zijn er al namen binnengekomen. Is de chat gewoon bevroren bij mij? Oh, nou komt er wel wat. De eerste naam is van Fairy Tail. Die vind ik zelf best wel leuk. Pachiruno? Pachu Uno. En dan... zelf heb ik neergezet it's blue. Ja, it's... Dus it's punt punt punt. Blue? Blue. Moet er nog een vraagteken achter, alleen ja, die hebben ze helaas niet. Als je die kiest, moet er een vraagteken achter, inderdaad. Ja, volgens mij zijn die er wel. Ga ik wel heel eventjes kijken. Pluizenbol. Pluizenbol. Billy. Hoezo Billy? Ik weet niet. Pachi-Uno. Even kijken. Dat is 6-. Hoeveel letters hebben we? 3, 6. Met streepje. Uno. Zou net passen, Pachi-Uno. Mij moet dat passen. Nou, dan ga ik ook wel even kijken of die andere. Of er vraagtekens in zitten. Vraagtekens zitten erin. Nou, we gaan gewoon voor Pachi-Uno. Wel zo leuk. En andere namen. Te laat. Pachu. En dan het streepje. En dan Uno. Hartstikke leuk. Ik vind hem leuk verzonnen. Yep. Wij gaan eten. Dus smakelijk! Heet smakelijk. Ik was vergeten dat je hier inderdaad ook de Legendary Bird Pokémon kon vinden. Alleen ik heb geen flauw idee waar dat Zapdos en Moltres zou zitten. Ik bedoel, er zijn grenzen tot mijn kennis. Ik weet het maar al te best in rood en blauw. Maar... Ja, dat weet ik ook. Ja. Er zit Moltres, die zit bij de Pokémon League in die cave. Yep. Zapdos die zit in de Power Plant naast Cerulean City, geloof ik dat hij daar dan zit. Yep. En Articuno die zit inderdaad ook op deze locatie. En Mew zit onder een vrachtwagen. Yep, waar je strength voor moet gebruiken. Ja. Dat is helemaal niet waar! Jawel! Geloof me, ik duw al jaren die vrachtwagen. Het probleem is gewoon, die vrachtwagen is zo zwaar. Dat is het enige. Nou, één ding heb ik wel voor goed nieuws. We zijn aan de andere kant van Seafoam Island. Het enigste nadeel daarentegen is... Als we dadelijk terugkomen naar Blue, die niet in deze aflevering gek genoeg gaat komen... Dan... Ja, moeten we heel dat stuk weer teruglopen. Zapdos zit buiten de elektriciteitscentrale nadat je daar voor de eerste keer bent geweest. Dus als wij nou naar de elektriciteitscentrale zouden gaan, dan zit daar Zapdos Fairy Tail? Ik bedoel, nog een Legendary opzoeken, dat is altijd leuk. Ja, ja. Nou, hij is zo... Ah, oh, Fairy Tail is zo pas terug. Die is even pizza in de oven doen. Maar ik eis antwoord. Ik bedoel... Je hebt I gezegd, dan moet je ook V zeggen. Toch? Fairy Tail? Nou, Nee, je hebt I gezegd, dus dan moet je ook V zeggen. Dat zei ik niet. A. I. Nee, blijkbaar hoeft het niet. Ik kan het ook zonder. Ja, maar dat is brutaal. Ja, maar ik ben brutaal. Dat is hetzelfde als dat je Magic zegt zonder Carp.
En dat zonder de gordel. Ho, eens even, pas erop. Ja. Dag, Solar Phantom. Te ver gaan. Dat is een hele slechte vergelijking. Maar ik vraag me eigenlijk dat nou toch af. Op het moment dat wij dus nu richting die power dinges doen. Oké, fijn. Ik ga wel heel eventjes dadelijk eventjes naar Fluffiness. Hoe hadden we hem hier nou genoemd? Flareon? Gloeiende kolen? Flareon heeft ondertussen zoveel namen bij mij. Firepower. Ik weet dat hij anders heet. Ja, hier heet hij Firepower. Firepower, ja. Ah, en ik ben geparalyzed. Oh ja, we hebben de experience nodig, jongens, dus. Wacht even, was dat voor vuur? Ja, Firepower is now weakened. Aww. Nou, dan doe ik toch gewoon strength gebruiken. Steven, ik zit nog steeds bij Fairy Tail in dezelfde kamer. En ja, hij heeft gelijk. Ja, ik weet dat hij gelijk heeft, maar is het dus op het moment? Dat is leuk dat je taart hebt. Op het moment dat ik dus nu richting de powerplant ga, dan bij die mensen, daar zit dan gewoon Jirachi. Daar zit dan gewoon de Zapdos. Trouwens, legendary count, weet ik het allemaal nog meer. 389, ik heb geen interesse in telling aantal. Ik ook niet. En anders beginnen mensen dadelijk ook weer van, nee, dat is geen legendary, dat is een mythical Pokémon. Back in my day, wanneer ik nog een klein onschuldig zeepje was, nu ben ik Stevie, toen was ik nog een klein onschuldig zeepje. Toen noemden wij ook Mew gewoon een legendary. Nou, we noemden hem niet legendary. Hij was gewoon een legendary. Ja, inderdaad. Nog steeds onder die vrachtwagen zittend. Yep. En dan zal hij blijven ook. Iets in de 40? Wat iets in de 40? Explain! Waar hebben we het over? Ja, Stevie. Als je nu zo gaan, zou Zapdos er moeten zijn. Zo niet, quit ik de Pokédex. Oh, quit ik als Pokédex. Nou ja, dan gaan we dadelijk nog gewoon gezellig naartoe. Ik vind het best. En hallo, Super de Boer. Sluipreclamer. Waarom gaat Dokken me nou bellen? Serieus, een nostalgie critic nu even niet. Oké, dat is niet een nostalgie critic, maar klinkt gewoon grappig. Kaas en games genoeg. Ah, wat komen we nou weer tegen? Een Giratina. Wat is het met legendarische Pokémon, jongens? Giratina, was dat niet staal? Dragon? Iets? Welke zijn? Giratina. Dat was volgens mij een draak, maar ik weet niet of het een dubbele type is. En het heeft Jolteon neergemapt, ik ben boos op hem. Doe sneeuwstorm! Is super effectief, dus zal wel goed zijn. Dragon Ghost. Oké. Ik wist in ieder geval draak, maar... Ja, volgens mij was het inderdaad Dragon-type. Primeape. Waarom heb ik Espeon nou niet? Aquarium, die heeft eigenlijk meer experience nodig. Ik bedoel, vergeet niet. Ik zit nu op het punt dat ik gewoon al zit te struggelen met de trainers die we nu tegenkomen. Maar ja, als ze een legendary hebben op een level die hoger is dan 50, dan hebben we dan een probleem. Dus die spookvariatie van Danny Phantom. Ik wist niet dat Danny Phantom ook Dragon was. Deels. Ja, ook nieuws voor mij. Oh, dit zou... Ik ben eigenlijk nou blij dat Robin er niet is. In verband met die zou dit niet leuk vinden. Ik kom nou een Infernape tegen en ik doe gewoon lekker surfen.
Die zou heel boos op mij nu worden. Meertje, dat vind ik eigenlijk best wel smerig als Fairy Tail woorden uit iemand zijn mond gaat halen. Ik bedoel, dat lijkt me heel creepy. Doen ze dat dan met een tang of zo? Gaan ze met zo'n tang in zo'n mond en dan... Ja, hoe moet ik het anders zien? Ik neem nou alles heel erg letterlijk vandaag. Ik weet niet waarom. Oké, dus deze waters die zitten vol met vuurtypes. We hebben hier Monferno. We hebben Flareon hier in het water zitten. Ik bedoel, ik snap dat het wel een lekker watertje is, daar niet van. Maar ik bedoel, vol met vuurtypes. Waarom? En mogen die ook eens een keertje zwemmen? Natuurlijk wel, maar ik bedoel, het zit er vol mee. Ja? Ik bedoel, ik heb gewoon een beeld in... Tot er gewoon een schip is geweest die ik weet niet hoeveel vuurtypes gewoon overboord heeft gegooid. En... Kazi Games, dankjewel voor het volgen. Je bent geweldig. Dankjewel. Nee, met een goede oude vishaak doe ik dat. Ik wist niet dat je ook al woorden uit de mond kon vissen. Ook deze heeft een Wailord. Dat is zo'n klein visje. Dat is zo'n goudvisje. Ik heb er 3 van in mijn aquarium. Nou, dat was Wailord de eerste. Ik moet er eigenlijk nou niet aan vergeten. Ik bedoel, Jolteon. Hoe heette die nou ook weer hier? Echt, die nicknames hier, die ben ik weer vergeten. Want ik ben weer op mijn Omega Ruby aan het spelen geweest. Ze zijn heet hoofd, ze willen afkoelen. Serieus, hoe heette Jolteon ook alweer in de livestream? Hey, moment, ik ben nog aan het denken. Ja, ik kan het nou ook niet zien, dus ik kan ook even gewoon nadenken nou. Komt de chat al gelijk aan. Die eten zo... Waarom heb ik Umbreon zelf nou niet bij? Oh ja, die heette hier Bolt. Dankjewel. Oh, deze heeft een Umbreon. No. We zijn echt heel veel Eevees in deze livestream tegengekomen. Zowel wild als nou weer van een trainer. Ik bedoel, we zijn Leafeon tegengekomen. We zijn Flareon tegengekomen. Dan komen we weer een Umbreon tegen. Wat nou weer uit het teken quote? De neus wat? Hoe? Voor die ene HP doe ik gewoon last resort omdat het... Kan. Leafeon, stop nou eens met jezelf te raken. Kom op, joh. Ik weet dat Umbreon awesome is, maar we moeten verder. Dank je. Zwemmen Nicole, je bent geweldig. Waarom? Je hebt een Umbreon. Als ik nou nog geen Umbreon zelf had, dan zou ik echt je helemaal vervloeken. Nou, eventjes een super rappel, want de randoms die hebben we hier al gezien. Even kijken. Gaat me nou toch niet vertellen dat ik geen revives meer heb, hè? Dus word ik een heel erg treurig konijntje. Titel van de aflevering. Hier komen je Eevee, Stevie. Nou, we hebben al een vol team Eevee. De enige die ik nog steeds niet gezien heb van geen ene Pokémon trainer of random encounter is Espeon. Eevee hebben we al gezien. Magikarp hebben we ook gezien. Maar Espeon, die zijn we nog geen één keer tegengekomen. Ik maak me zorgen, waar is Espeon?
Ik denk dat ik dadelijk bij de volgende aflevering je toch eventjes moet veranderen in Espion. Dat Espion eventjes naast me moet komen zitten. Misschien wel een idee. Maar ja, dat doen we dan in de volgende livestream aflevering. Niet in de volgende livestream, maar in de volgende livestream aflevering. Dat is een verschillende ding. Ja. We zitten nog niet op het uurtje, dus... Een stunk... Waarom dacht ik Skunky? Meet zeldzame Pokémon, Espeon, inderdaad! Yo, Apokoboemboem! Blijft een leuke naam, Apokoboemboem! Een Combusken! Weer ben ik blij dat Robin, of zeg maar Robin, dit niet is. Qua vuurstarters hebben we volgens mij ook alles al tegengekomen. Oké, niet de hele evolutietree, maar... Wat als de Zapdos Espeon is? Dat zou wel gaaf zijn. Of inderdaad een Eevee kunnen vangen gewoon. Dat zou nog gaver zijn. Hi! Jullie zijn aan het ruzie maken met elkaar. Dus ik pak je al eventjes hier de Pokeball. Ik heb TM49 Snatch gevonden! Yay! Snatch? Aha. Snatching items is my only potion. Stiekem zit Espeon in Mount Silver als Moltres. Zit hij in Mount Silver, Moltres? Ah ja, dan hebben we in ieder geval bij als we richting Trainer Red gaan. Hi, Raikou! Wat is het toch maar echt Legendary versus... Echt elke keer komen we... Legendaries zijn hier totaal niet Legendaries. Nee joh. Ze zijn nooit Legendary geweest, joh. Dat zijn puur ja, Eevee en Magikarp. Reflect, was dat niet voor... Defense, damn. Nou, doe dan maar eerst even Mesblad. Ik heb totaal geen verstand van Pokémon. Dat kan. Oh, en natuurlijk kun je mij in één aanval paralyzen en dan is gelijk die ene paralyze die jij mij doet... Zorg ervoor dat ik niet kan aanvallen, omdat zo werkt het spel in elkaar. Serieus, er zijn tests gedaan. Het spel cheat erin. Jongens, we hebben echt een legendary voor onze neus en daar ben ik niet blij mee. Mesblad! Bladmes. Nee, Bladmes, dat is dat andere. Die leert hij pas op level 71. Ah. En dat was een critical hit! Yay! Hoe werkt Pokémon eigenlijk zo'n beetje? Nou, je zorgt heel goed voor ze en ze zijn je grootste vriendjes. Zo werkt Pokémon. Ik serieus, als ik nou hier alles uit moet gaan leggen... bij wat bijna het einde van de serie is... is een beetje raar. Ja. En jij hebt een Magikarp. Just a little farther to Fusha. Wie kiest Team Sun bij de nieuwe Pokémon games? Je quote hem naar mij, dus... Hij had Magikarp! Magikarp. Aww. Ik zei het! Ah. Ik zei het! Die zwemt met de goede pesjes. Ah, dankjewel voor de follow, super de boer. Ja, sorry, ik moet hem neerhalen, maar... Ik zei het ook zo mooi aan deze, die heeft een Magikarp. nee, Meertje, het is niet de allereerste Magikarp. Brock had de allereerste Magikarp. En hij heeft een Golem, dat is heel erg
willekeurig. Dit is echt puur randomizer hier. Ja, Super de Boer, dat weet jij niet. Maar wij hebben hier een Magikarp trainer in ons midden. Dan heb jij jouw verhaaltje te zeggen. Dat je Magikarp verkoopt en... Hallo? Wat zei je? Ja, je ziet, hij zit onder de knop. Je moet even uitleggen jouw ding met Magikarp. Geluid valt te ver weg om... Ik typ het. Dan maar zo. Skype is heel erg irritant tegenwoordig met geluidsfiltering. Nou, jij kan gewoon praten nu mee, want jouw geluid klinkt wel goed. Hallo? Sorry, ik kan je niet echt horen. Leg het uit! Je kunt het! Hey, nu hoor ik wat, maar leg wat uit. Wat je doet, jouw... Waarom Magikarp zo bijzonder is als we hem tegenkomen. We hebben een nieuwe kijker, die snapt het niet. Ik kan je nauwelijks verstaan, maar ik denk dat je zegt leg uit over de Magikarp. Dus ja. Dat doe ik wel en als dat niet goed was, jammer dan. Nou, Magikarp is de beste Pokémon ooit. Waarom? Om een aantal redenen. Ten eerste... Magikarp heeft de allersterkste aanval ooit. Splash! Ik wil niet zeggen dat het een nutteloze aanval is, maar... het is helemaal niet zo. Splash is namelijk heel sterk. In de Pokédex staat namelijk dat Magikarp, die lang genoeg leeft, over bergen heen kan springen. Gewoon bergen! Dat is achterlijk hoog. Stel je voor dat van berghoogte op je hoofd valt. Dat overleef je niet. Nog erger, als hij onder je zit en dan ineens omhoog springt. Dan al helemaal niet. Ook kan hij overleven in de meest vervuilde water ooit. Perfect gewoon. En zijn schubben zijn zo hard als diamant. Dus je wil ook niet echt graag een tackle van hem krijgen. Dus ja, en zorg er altijd voor dat je 2 hebt. Waarom 2? Ze leggen 100 eieren per keer. En die 100 Magikarps leggen ook 100 eieren per keer. Uit mij. Dus ja, Magikarp, de beste Pokémon ooit. Oh, en voor 10 cent nu in de aanbieding. Ah, je hebt waarschijnlijk een potentiële koper. Ik zal proberen eventjes de dingen... Ja, hij staat al op 2. Die kan ik niet lager zetten. Skype is gewoon flame. Ja. Skype is heel wisselvallig. Maar ja, ik merk het vooral tijdens de streams. Is het ineens... Poef. Ineens dat de geluidskwaliteit flink naar beneden is. En ja, we weten dat Skype de neiging heeft om bepaalde geluiden te filteren. En ik denk dat het iets daarmee te maken heeft. Ja, wat ik ook zou kunnen proberen is inderdaad geluid via mijn headset dan te spelen. Maar dan moet ik zo'n ommezwaai maken. Nee, dat werkt niet. Val niet in slaap, man. Nee, ik val niet in slaap. Ik ben hartstikke wakker. Laten we het gewoon houden op. Af en toe kan ik je niet verstaan. En dan... Doe ik wel gebarentaal die jij 6 uur laten leren. Is goed. En, oh, dan mocht je hier weer... Oh ja, dat klopt, ja. Als je eenmaal Blaine hebt verslagen, dan kon je hier wel doorheen lopen. Nou, dat wil dan zeggen dat wij maar één kant op hoeven. En we hadden eigenlijk Umbreon gewoon in ons team kunnen laten, want we hadden alleen maar de Move Strength nodig. Maar dat maakt niet uit. Hij moet zijn autovolume geluidsinstellingen uitzetten. Wie? Nou, ik heb die instellingen waar je het over heeft, heb ik al uitgeprobeerd. En dat maakt niks uit... werden nog steeds dingen weggefilterd. Ja, het is gewoon een autofilter. Je weet wel dat de... Skype filtert tegenwoordig de PC-geluiden. Ja, zodat je alleen maar de stem van elkaar hoort.
is heel handig in de meeste situaties. Wat minder handig als je je PC-geluiden wel wil laten horen naar de andere die luistert. Of wanneer hij ineens geluiden eruit filtert die hij er helemaal niet uit hoort te filteren. Zoals nu. Yep. Want zet ik bijvoorbeeld mijn televisie aan en het geluid komt via mijn speakers van mijn televisie, dat pakt Skype gewoon op. Ja. Maar geluiden van mijn PC, dat heeft te maken met dat is een nieuwe wet of zo, weet ik veel hoe dat gezeur in elkaar zat. Ja, want in principe is het al heel simpel te zeggen. Ik weet, jij hebt er geen opmerking over gemaakt, dus het is gewoon zo. Ik heb een beetje de helft van de stream heb ik zachtjes op de achtergrond muziek op mijn computer aangezet. Daar hebben jullie waarschijnlijk niks van gehoord, want Skype filtert die er allemaal uit. Yep. Nou, ik ben nou heel erg nieuwsgierig. Voordat ik deze aflevering ga sluiten, wil ik gewoon eerst eventjes met de kijkers ook gelijk eventjes naar de powerplant. Omdat daar zou een legendarische Pokémon zitten nu. Nee, niet de wet van autoclaim. Dat is de wet van dat je niet muziek mag delen zonder toestemming. Yada, yada, yada. En daarop heeft Skype gezegd van wij gaan even... Mijn zus belt. Studio Zipiet Wanning, goedemiddag. U spreekt met Stevie. Nee, ik ben alleen maar aan het livestreamen. Maar dat maakt niet uit. Nee, zeg maar. Wat wil je zeggen? Ja, hoezo? Oh ja, nee, dat is goed. Dat is goed. Komt ook nog een keer in. Jullie zullen het zien. Het ding waar ze het over heeft. Zien jullie nog wel. Komt goed. Ja, dat was al afgesproken, toch? Dat had ik toch al gezegd. Dan heb ik een Magikarp Defender nodig. Erik, wat heb jij... Oh, dan... Erik zou trots op je zijn. Ze heeft 57 Magikarps, jongens. Oh. Ja. Nice. Dat is geen Eevee. Dat is geen Eevee. Nee, nou ja, wel Vaporeon die heeft geleerd Splash, maar dat maakt niet zo... Maar goed, in ieder geval, ik ga weer verder, dan zie ik jou morgen wel. Doei! Ach, altijd leuk als je zo een keer gebeld wordt. Ja, het is een livestream, dus ik kan het er niet uitknippen. Wat leuk! Ik heb bevochten. Het is in ieder geval een keertje niet je moeder die geld Als mijn moeder had gebeld omdat ik heet. Dat zou ik het ook hebben gedaan ook. Dat zou ik ook echt erg uit. Mam! Dat zou zo leuk zijn. Ach ja. Nou, ik kan niet alles hebben. Nou, wij gaan dus heel eventjes kijken naar... naar die legendary daar. Pak je schaar. Waarom moet ik een schaar pakken? Oh, ik weet al waar die schaar voor nodig is. Fairy Tails zijn namelijk netjes. Toen we het over Magikarps hadden. En Magikarp die hoort vrij te zijn. Dus knippen we het netje kapot. Magikarp hoort vrij te zijn. Je verkoopt ze aan Team Rocket voor 10 cent. Ja, en daarna bevrijd ik ze. Juist. Ja. Luister, ik weet dat ik geen kat nodig heb. Wij gaan gewoon naar die powerplant, want daar zou Zapdos zitten. Oké, Zapdos die zijn we al 26 keer ondertussen tegengekomen, daar niet van, maar... Oh, dan kun je knippen in je livestream. Haha, padamt. Hele slechte grap. Foei. Schaam je. Dat zijn grappen die maken alleen maar vier bessen. Trouwens, ja, wel eigenlijk een grappig feitje dat we wel al een vierbes hebben gevangen, maar nog geen latias.
Zie je, ik bedoel, roaming Pokémon inderdaad, die zijn op level 50, maar Latias die komen gewoon hier tegen op level 15. Ik denk dat inderdaad mijn zus dan ondertussen 5,90 heeft verdiend, want ja, als hij 59 Magikarps hebt, hoi Shelgon. Je hebt ook nog de Gift Tyrone in Johto, wat ook nog een Eevee of Espeon kan zijn. Ja, maar we hebben dadelijk ook nog tot we weer 3 starters zouden kunnen kiezen. Je weet wel wat normaal Charmander, Bulbasaur en Squirtle had, zou moeten zijn. Maar goed, wij zijn bij de powerplant. Hallo! Er zou hier een Zapdos zitten. Ik loop er geen zak van. Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail. Leg uit! Nee, ik wil uitleg. Waar is Zapdos? Buiten als het goed is. Ja. Fairy Tail! We zijn helemaal hierheen gegaan. Omdat... Oh, en dan ga je in één keer wegrennen. Foei! Shame aan jou! Shame! Ja, dan moet je niet zeggen inderdaad, ik stop als Pokédex. Dan moet je gewoon bijstuderen. En dan mag je eventjes dadelijk even in de pauze vertellen hoe dat we aan die Tyrone kunnen komen. Oh nee, wacht eventjes, in Johto, dat is die... Dan moet je helemaal door die dat is Tyrone, geloof ik, tot dat beest eet. Maar dan moet je helemaal door die mount dinges heen. Heb je nou geen zin in? In de volgende aflevering, beste kijkers, gaan wij dus richting Blue in Viridian City, denk ik. En Drowsy en Zapdos. Ik ben een nieuwe Pokédex, maar ik doe niks. Dan ben je geen Pokédex. Jongens, ik ga het hierbij afluiten. Wil je hem zelf ook een keertje gezellig bij zo'n livestream aanwezig zijn? Dan kan dat door op de link in de beschrijving te klikken. Kom je automatisch bij Twitch. Kun je even op follow drukken. En als je de notificatie dan hebt staan, kun je natuurlijk ook gelijk een notificatie krijgen op het moment dat we live gaan. Want dan zeggen ze, hey, hij is live. Kom eens aan kijken. Wat leuk. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat natuurlijk een like achter. Voor alle evoluties die we tegen zijn gekomen. Als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende video van... Let's play Pokémon Silver, Soul Silver Randomizer samen met Mumei en stuff. Yay! Doei! Doei!